Hoi, ik ben Joy en superleuk dat je erbij bent om samen met mij deze workout te doen. In deze workout gaan we werken aan onze benen, billen en buikspieren. En dat doen we in de vorm van een piramide. We gaan namelijk onze werktijd steeds langer maken en uiteindelijk gaat onze werktijd weer steeds meer naar beneden. Ben jij er klaar voor? Let's go! Oké, we beginnen straks met 20 seconden werken en dan heb je 10 seconden rust. Dan bouwen we op naar 30 seconden werken, weer 10 seconden rust. Verder naar 40 seconden, weer 10 seconden rust. Daar vandaan bouwen we terug, weer terug naar 30 seconden en 20 seconden werken. Dat is één ronde en in totaal doen we 4 rondes. We beginnen met je eerste oefening. Dat wordt een squat met een knee cross. Dus je kruist je elleboog naar je knie en datzelfde doe je aan de andere kant. Yes, komt ie aan. In 3, 2, 1, go. Goed diep zakken en indraaien. Weer zakken en indraaien. Yes. Eerst dus 20 seconden werken. We beginnen rustig. Dat houden we steeds uit. Billen goed naar achter, spanning op je buik. Yes. Ontspannen. 10 seconden rust voordat we gaan naar 30 seconden werken. Zelfde oefening, dus nog steeds die squat met die knee cross. Komt die weer aan? Go, kom maar. Kruis in en kruis in. Heel goed, tempo voeren we ook een beetje op. Come on, duw uit de hielen, omhoog. Knieën duw je in lijn met je tenen. Heel goed, goed indraaien. Kijk ook mee hè, naar de kanten waar naar je toe draait. Dan kan je verder draaien. Heel goed, hubbel, hubbel. En ontspannen. 10 seconden rust. Zodat we naar de top van de piramide gaan. 40 seconden werken. We blijven bij dezelfde oefening. Komt ie weer aan? Go. Come on. 40 seconden. Je langste set. Hierna werken we weer terug. Hou spanning op je buik. Blijf diep zakken. Door die bezuring in je benen heen. Come on. Heel goed, hou spanning op je buik, kom maar. Hou vol, hou vol. Hartslag hoog, maar jij kan dit. Yes, bijna weer rust. En ontspannen. 10 seconden, langste set gehad. Terug naar 30 seconden. Maak je klaar? Komt-ie aan? Yes, go. Heel goed. En je weet nu, die 40 seconden heb je gehad. Die heb je volgehouden. Maar gaat deze 30 seconden ook lukken. Come on. Heel goed, hou je borst goed op hè. Zakken in die benen. Niet in je bovenlichaam. Ontspannen. Oké, laatste stukje. Laatste 20 seconden. En dan heb je je eerste set erop zitten. Yes. Go. Heel goed, kom aan. Hou vol, hou vol. Blijf diep zakken. Hielen duw je goed in de grond. En ontspan, rust. Oké, 15 seconden rust, iets langer. Dan gaan we meteen door naar je tweede set. Wat gaan we doen? Twee scissors, één jump lunge. Scissor, scissor, jump lunge. Scissor, scissor, jump lunge. Yes, komt ie aan, go. Scissor, scissor, lunge. Heel goed, land op die hielen, hè. In die lunge, maar ook in die scissors. Heel goed, ook hier weer eerst 20 seconden. En dan bouwen we hem rustig op. Heel goed. Ontspannen. 10 seconden rust. Hartslag omhoog. Spanning in je benen en billen omhoog. Klaar voor die tweede. 30. Tot Jan. Heel goed. Leun een klein beetje naar voren. Zodat je echt die spanning zet op je voorste wilspier elke keer. Maar zorg wel dat je je schouders goed naar achter houdt. Hè? Dus niet dit gaan doen. Spanning op je buik. Heel goed, vang hem op.
Come on, hou vol. Ontspan. Oké, langste set. Komt eraan. 40 seconden. Jij kan dit. Gewoon doorwerken. Focus. Yes. Go. Come on, hielen in de grond. Buig door die knieën. Heel goed. Hou vol, hou vol. That's it. En als je denkt, oh, het gaat een beetje branden. Gewoon doorgaan, hè. Come on. Hou vol. Huis samen. Ook bij mij brandt het. Come on. Topper. Bijna. Ontspan. Schud los. Maak je klaar. 30 seconden. Ineens een stuk korter dan niet. 40. Geloof ik. Go. Heel goed. Hou vol. Topper. Hoe voelen die billen? Staan ze in vuur en vlam? Ja, hè? Lekker hoor. Come on. Bijna naar die laatste ronde. Ontspan. Oké. Eentje nog. Laatste 20. We zijn op de helft. We hebben de eerste twee rondes gehad. Go. Come on. Twintig seconden, zo voorbij. Come on, laatste 10. Topper. En ontspan. Oké, volgende. Kom naar de grond. We gaan naar een plankpositie. Handen, tenen. Eén knie in. Eén been op. Andere knie in. Andere been op. Yes. Kom maar van staan. Go. Knie in. Been op. Knie in. Been op. Knijp in die billen. Knijp in die buik, hè. Vooral als je je been omhoog kikt. Knijp in die buik. Geen holle ruggetjes. Puur die bilspieren. Heel goed. Kom maar nou vol. Ontspan. 10 seconden rust. Of wel hetzelfde. Ietsje langer. 30 seconden. Kom maar weer staan. Maak je klaar. Go. In en op. In en op. Heel goed. Kom aan. En lukt dit nou niet op handen en tenen? Zet je die knieën neer. En werk je alleen vanuit die billen, oké? Dat mag ook. Kom aan. Hou vol. Hou vol. Topper. En ontspan. Oké, we gaan in die langste ronde. 40 seconden. Jij kan dit. Niet meer nadenken, gewoon doen. Yes, go. In en op. Focus op één punt. Je hebt het belletje vanzelf. Schouders mooi boven je handen. Spanning op je buik. En als je denkt, het gaat echt niet meer. Denk dan bij jezelf. Ja hoor, het gaat me wel. Ik kan dit. Ik kan dit. Kom aan, doorzetten. Wikkelen. Heel goed. Voel die spanning opbouwen. Voel die verzuring. Kom aan. Bijna die laatste ronde gehad. En ontspan. Geen laatste ronde, hè? Langste ronde. Scheelt een lettertje. Maak je klaar. Terug naar 30. Yes. Komt-ie. Go. In. En op. 40 seconden hebben we gered. Dan kunnen we 30 seconden ook. Come on. Omhoog. Knijpen die billen. Heel goed. Voel die spanning oplopen in je buik, in je billen. In je schouders natuurlijk. Maar blijf focussen. Come on. Verstand op nul. Gewoon gaan. Ontspannen. Oké. Laatste. 20 seconden.
Dat voelt waarschijnlijk als een split second. Yes, komt ie aan. Go. In en op. Bikkel. Come on. Derde ronde. Van de vier rondes in totaal, dus hierna nog maar één. Zet door, zet door. Laatste paar seconden. Ontspannen. Draai jezelf om. Kom liggen. Voeten dicht bij je billen. Bovenrug in de grond. Heupen omhoog, hier vandaan om en om. Eén been uitstrekken. Yes. Komt u maar. En go. Strek en terug. Strek en terug. Heel goed. Come on, hou vol. Hou die heupen hoog. Knijp in die billen. Alsof er twee touwtjes zitten aan je heupen aan het plafond, oké? Lang en terug. En lang en terug. En ontspan. Oké. Laatste stukje. Maak je klaar? Ready? Up we go. Strekken en terug. En op het moment dat je één been uitstrekt, probeer die heupen hoog te houden. Dus niet in laten zakken, maar hou die heupen hoog. Zet kracht uit je hiel. Duw in die billen. Come on. Heel goed. Gebruik je handen, duw ze in de grond. Come on. Voel die spanning in je billen, in je buik, in je core. En ontspannen. Oké, dan gaan we naar die langste ronde. 40 seconden. Oeh, ik krijg het er warm van. Maak je klaar. Komt ie weer aan. Omhoog, go. Strekken en terug. Strekken en terug. Come on, blijf hoog. Blijf sterk. Elke keer die hielen in de grond. Knijpen in die billen. Yes, pikkel. Hang in there. Langzamer sterk werken. En als die verzuring toeslaat, doorgaan hè, dan word je sterker. Dan zetten we die billen echt aan het werk. Heel goed, kom aan knijpen. Ontspannen. Oké, okay. Piramide terug naar beneden. 30 seconden. Klaar voor? Yes, ready, go. Lift up en terug. Heel goed. Come on. De finishlijn is in zicht. Even doorzetten nog. Focus op de spanning in die billen. Om en om, hè. Eén bil en dan je andere bil. Heel goed. Hou die heupen hoog. Hang in there. En ontspan. Eentje nog. Je laatste. Je laatste 20 seconden werken. Come on. Heel goed naar de eindstreep. Go. Zo hoog mogelijk, zo sterk mogelijk. Topper. Come on, hou vol, hou vol. Heel goed. Laatste paar seconden. Yes. Goed gedaan. Hard gewerkt. Heel hard gewerkt aan deze benen, billen en buikworkout. Vond je dit nou leuk? En wil je vaker en meer werken aan je benen, billen en buik? Doe dan zeker de workout die nu in beeld verschijnt. En dan zie ik je heel graag daar. Doei!